Welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. En vandaag gaan we even iets speciaals doen. Ik heb een gezichtsbehandeling geboekt bij Beauty Masters. Want het wordt tijd om dit gezicht heel even te verwennen. Mannen moeten ook gewoon hun gezicht onderhouden zoals vrouwen dat regelmatig doen. En dat ben ik nu van plan. Het is jaren geleden dat ik geweest ben. Ik heb mijn gezicht gewassen. Het is een beetje droog. Ik heb het niet ingeverd, dus ik zie een beetje krokanter uit. Maar ik zou zeggen, volg me mee bij deze lifestyle vlog. Bye bye! Oké, dus de auto die staat geparkeerd. En we moeten nu richting Beauty Masters. Als je deze trap herkent, dan kom je officieel uit de Bijlmer. Of dan ben je hier heel vaak. Ik heb een pijpje op, want ik heb het vanochtend niet. Heb je een beetje vloggen, man? Nee. Mensen willen ook op mijn vlog komen. Geen probleem. Maar niet wanneer ik haast heb. Dus we lopen, gaan we buiten omlopen. Ik heb ook eigenlijk wat nodig van de winkel. We lopen heel even via de binnenkant van Shopperhal. Ah, daar heb je de lekkere dingenbakker. Die iedereen zogenaamd boycott. Omdat ze racistisch waren met Sinterklaas. Omdat één filiaal had vlaggetjes hangen. Ik wil wat hebben. Fisherman's Friends. Want je gaat niet in een stoel zitten. Bij de schoonheidsspecialisten terwijl je aan het vasten bent en je mond ruikt naar wat is het? 19 zwanen. Dus we gaan heel even wat Fisherman's Friends scoren dat ik eventueel kan gebruiken wanneer ik dat voel. Tot zo. Dus ik ben niet een type die te laat komt, hoor, absoluut niet. Ik ben altijd heel punctueel op tijd. En ik heb volgens de klok letterlijk nog 1 minuut. Maar we zijn er eigenlijk ook al. En dan kom ik precies op tijd aan. Het is klote weer. Het is hondenweer. Maar dat mag de pret niet bederven. We gaan richting Beauty Masters voor een lekker facial treatment. We zijn binnen. Eens kijken of we gelijk worden geholpen. Hallo. Ik heb een afspraak met u. Dus ik kwam hier binnen voor een luxe behandeling van het gezicht. En ik ben goed geadviseerd dat we gaan overswitchen naar een dermabehandeling of whatever dat is. Waar het op neerkomt is dat we eerst de onzuiverheden gaan verwijderen. Iets in die richting. En vervolgens wordt de toplaag van mijn gezicht weggeschraapt. Met een, wat is het, een chirurgisch, ik weet het niet. De toplaag van je gezicht wordt weggeschraapt. Waarmee je dus een goed resultaat gaat bereiken. Het wordt één van meerdere behandelingen. Dus je begint ergens. En uiteindelijk boek je over tijd een geweldig resultaat. Mijn gezicht is al heel lang, mijn gezicht ziet er goed uit op camera. Maar mijn gezicht lang is heel lang niet APK gekeurd. Dus we zijn hier bij Beauty Masters om dat te gaan regelen. Heel fijn. Dus we zitten nu lekker ontspannen hier op, op de stoel, of hoe dat ding ook noemt, de behandeltafel. En we gaan de dermaplanning behandeling krijgen. Dus op de achtergrond hebben we wat gezellig muziek. Inmiddels is het ook volle maan, dus als ik in slaap val dan... het is spannend voor mij, want jullie weten dat ik... jullie weten het niet, maar ik heb een hele gevoelige huid. Dus het kan zijn dat ik wat traantjes moet laten, maar waarschijnlijk ook niet, hoor. Maar ik ben heel blij dat ik hier ben om mijn gezicht eindelijk een keertje weer onder handen te nemen. Dus, blijf kijken.
Ik ben helemaal stuk. Ik zie er helemaal vol moeten eruit zien. Ja mensen, dit is... Film je? Ja. Ja mensen, dit zijn die dingen die je moet doen om mooi eruit te zien. Ik lijk op een zombie. Oké, focus. Dus ik lig nu te relaxen hier. Terwijl mijn gezicht is behandeld. Ik heb nu een masker in. Die zijn werk moet doen. Mijn gezicht is volledig gereinigd. En nu is het even een moment van zen en bijkomen. Dus de masker die zo net op mijn gezicht was, die wordt nu weer verwijderd. Zo mensen, het zit erop. Ik kijk naar mijn gezicht. Ik zie er een beetje in elkaar geslagen uit. Een beetje rood. Maar dat komt natuurlijk omdat er best wel veel werk is verzet. Ik ga jullie zo direct vertellen wat er is gebeurd. Ik doe heel even mijn schoenen aan en ik maak mezelf gereed. Dus, het is helemaal zover. Ik zit heel even in de stoel hier. Ik ben even naar mijn eigen huid aan het kijken, want ik ga het nu eigenlijk voor het eerst zien. Oh ja. Ja, heel wat onzuiverheden zijn verwijderd uit het gezicht. Ik kwam oorspronkelijk binnen voor een luxe behandeling. Dat hebben we in overleg overgezet naar een derma planning of peeling behandeling. Eenmaal gestompt en wel kwamen we tot de conclusie dat we voor een acnebehandeling moesten gaan. Dus uiteindelijk heb ik de beste behandeling gekregen voor mijn huid en in de staat waar mijn huid nu is. En ik ben zeer tevreden hier bij Beauty Masters. Dus wat mij betreft is het een geslaagd gebeuren. En we gaan een afspraak inplannen voor de dermaplanning. Dus heel mooi. Dit was een beauty vlog-achtig dingetje. Hier bij de Beauty Masters. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar mijn vlog. Ik maak ik ben Final Creator en ik maak content voor YouTube. En ik heb op mijn kanaal heel veel verschillende onderwerpen, verschillende thema's. Ik zou zeggen, kijk op mijn kanaal Final Creator, één woord op YouTube. Nogmaals bedankt en ik zie jullie graag tot de volgende beauty vlog. Bye bye.